Vandaag speel ik Minecraft op één chest. Ja, en zoals je kan zien staat ook een border om mij heen. Dus dat betekent dat ik op dit moment niet verder kan komen dan de border. Maar laten we eens in deze chest gaan kijken. Oké, in deze chest zitten allemaal spulletjes. Waaronder een bed. Oké, dat is al super chill. Zelfs een geel bed. Let's go. En we hebben hier nog allemaal andere blokjes. Ook hout. Dat is ook heel erg fijn. Oké, laten we al deze blokjes pakken. Want wat er dus in deze survival serie gaat gebeuren, is dat elke 24 uur in Minecraft deze chest nieuwe spullen krijgt. En dit zijn dus de eerste spullen die we hebben gekregen. En helaas hebben we niet iets als dirt gekregen. Want dat zou super handig zijn. Want dan zouden we bijvoorbeeld al gelijk een farm kunnen starten met deze weed seeds. Maar helaas, helaas, helaas. Ik heb wel dingen als dragon bread gekregen. Wat doet dragon bread? Kan ik dat gooien? Kan ik hier iets mee? Ik heb dit nog nooit gezien. Is dat gek? Misschien ben ik echt een Minecraft noob. Laten we gewoon al deze spruce log in spruce planks veranderen. En dan gaan we gewoon gelijk hierop bouwen. En dat moet best wel moeilijk zijn. Want je kan dus wel een blok op een chest plaatsen, maar het lukt me nooit in één keer. Oké, kom op. Oké, dit is zo irritant. Dit gaat waarschijnlijk echt 1000 pogingen kosten. Kom op. Let's go, het is me gelukt. Oké, kijk eens aan. Dus nu hebben we die chest erop. En dan kunnen we nu een platformpie bouwen. Het liefst zou ik zeg maar een platform willen bouwen op de hoogte van de chest. Alleen is er één probleem. Ik kan niet echt komen op de hoogte van de chest. Dus dat is een beetje een probleempje. Dan moet ik iets als een waterbucket hebben. Maar dat heb ik niet gekregen. Dus hey, we moeten nu eigenlijk gewoon weer 24 uur wachten voor nieuwe spullen. Dus een volledige Minecraft dag. Maar nu denk je, Mick, die border die moet toch wel groot worden. Want zoals je kan zien, ik kan gewoon op geen enkele manier verder komen dan dit. Wat heel erg frustrerend is. Want ik zie hier allemaal echt hele lijpe gebouwen. Ik zie daar een draak. Ik zie hier een huis. Ik zie hier nog een huis. En waarschijnlijk is er nog veel meer. Nou, bij elke 100 likes wordt deze border één blokje groter. Dus hey, doe snel je duimpje omhoog. Want dan kan jij dus deze border daadwerkelijk groter maken. Nou, is het plan voor vandaag om gewoon zeg maar een platform te maken die net zo groot is als de border. Kijk eens aan. En ik denk dat dat best wel goed moet lukken al met deze spruce planks. Zo. Hopsakee. Zo, zo, zo. En dan doen we dit ook even hier vullen. Kijk eens aan. Dan hebben we al best wel een groot platformpje. Kunnen we ook gelijk mijn bed hier neerzetten. Want als het nacht wordt en ik ga slapen, dan is dus 24 uur al voorbij in Minecraft. En dan wordt mijn chest dus hervuld. Dus hé, zo'n bed is echt super handig. En trouwens, dames en heren, dit is de eerste aflevering van deze nieuwe serie. Dus als je dit leuk vindt, doe dan zeker even laten weten in de reacties dat je dit vaker wilt zien. Want in de tweede aflevering hebben we al een speciale gast. En wordt dus ook de border groter. En misschien kunnen we dan al bij dit eerste huisje, als jullie allemaal dat duimpje omhoog doen. Oké, mijn spruce planks zijn op. Ik heb hier nog van die brick slabs. Daarmee zou ik op zich nog wel dit platform nog groter kunnen maken. En eindelijk ben ik een beetje aan het wachten totdat het avond wordt. En oh nee, oh nee. Oh, ik ben zo dom, besef ik me nu. Ik heb al deze spruce planks gebruikt voor daadwerkelijk een platform. Maar ik had er beter gewoon even iets van een pickaxe mee kunnen maken. Of gewoon een, überhaupt een crafting table. Oké, maar dat kan misschien alsnog. Ik kan ze namelijk weghakken. Let's go, zo op deze manier. Dan wil ik deze hebben en dan wil ik deze ook hebben. Let's go. En oh, hij valt naar beneden. Super nice. Die wil ik hebben. En die moet dan niet naar beneden vallen. Geef het aan mij. Kom op. Let's go. Oké, kijk eens aan. Dan kunnen we een crafting table maken. En dan heb ik die op zijn minst ook al. Dat is mooi naast mijn bedje. Ik zie ook dat ik deze pressure plates heb. En oh, ik heb iron boots. Die moet ik trouwens ook even aandoen. Ik heb zo'n random spullen. Ik heb wel lantaarns. Dat kan op zich misschien wel handig zijn. Een lantaarn, daar kan ik gewoon wat licht mee krijgen. Stel je voor het wordt donker, dan heb ik tenminste nog licht. De rest heb ik eigenlijk echt de meest onnodige dingen. Zoals, ja, echt gewoon, alles is zo onnodig. Purple glass terracotta. Wat heb ik hier aan? Zeg maar yellow stained glass. Ik heb er helemaal niks aan. Laat ik nog even dit platform groter gaan bouwen. En zo te zien wordt het al snel weer donker. Dus dat betekent dat ik kan slapen. En dat ik dus daadwerkelijk de chest voor het eerst weer kan zien hervullen. En misschien krijgen we wel diamonds. Dat zou dus ook gewoon kunnen. En misschien krijgen we alleen maar stomme spullen. Dat zou ook kunnen. Maar hey, daarom moet je even dat duimpje omhoog doen. Want per 100 likes wordt deze borden groter. En misschien liggen er wel gewoon diamonds in deze dingen. Ik weet het niet, maar you never know. Oké, let's go. Het wordt groter en groter. Zo, dit platform is wel aardig groot. Ik zeg je eerlijk. Eigenlijk hoop ik straks het liefst dat er iets van dirt in die chest zit. Want als er iets van dirt in die chest zit, dan kan ik dus, ja, gewoon een farm beginnen. Of ik kan bomen laten groeien als ik saplings krijg. Dus dat lijkt me super chill. Oké, ik heb hier ook nog light gray concrete. Zo, hopsakee. Laten we dit platform nog groter bouwen. Zo. Kijk eens aan. En dan is het nu al bijna net zo groot als de
border. Hoppakee. Oké, ik denk dat ik dit prima vind. Ik wil deze even weghalen, want dat vind ik lelijk. Zo, die moet weg. Kom op. Weg, weg, weg. Ga maar weg. Ja, let's go. Oké, als ik dan straks een bucket of water of iets krijg in de chest, dan denk ik dat ik hier naar beneden ga hakken. En dan ga ik hier op de hoogte van die chest zitten, zeg maar. En dan is dit een soort van de verhoging daarvan. Oké, zo te zien is het zonnetje al aardig laag. Kan ik al slapen? Nee, ik kan niet slapen. Oké, ik ga letterlijk gewoon hier wachten totdat ik kan slapen, zodat ik weer wat nieuwe spullen krijg. En ik hoop dat ik weer iets van hout krijg, want dan kan ik dus nog een chest maken om daar mijn spullen in op te slaan. Ik heb zeg maar echt, ik had veel meer dingen met dit hout kunnen doen. Het is niet heel slim wat ik heb gedaan. Maar als ik nu dit hout weghak, dan valt het sowieso naar beneden. Maar kom op, zon, ga omlaag. Oké, het wordt al schemerig. Kan ik al slapen? Nee, ik wil slapen. Kom op. Ik denk wel dat het ieder moment moet lukken. Jij, zon, jij moet weg. Mijn chest moet hervuld worden. Oh, en ik plaats light gray concrete per ongeluk. Oké, nou heb ik wel weer wat te doen. Oh, ik zie de maan. Ik zie de maan. Oké, dat betekent denk ik dat ik kan slapen. Als ik de maan zie, kan ik dan gelijk slapen? Yes, let's go. Oké, we zijn lekker aan het slapen. En dat betekent dus, als ik nu wakker word, dat de chest has been refilled. Oftewel, er zitten nieuwe spullen in de chest. Oké, ik ben zo benieuwd. Please, geef me iets goeds. Kom op. 3, 2, 1. Bang. Yes, a bucket of water. Dat was het enige wat ik wilde. En dirt. Oké, ik ben hier heel blij mee. Ik ben hier iets te blij mee. Oké, dit is nice. Dit is nice. Dit is nice. We hebben zelfs kool gekregen. Oké, kool kan ook super chill zijn. Heel veel birds logs hebben we gekregen. Nice, nice, nice. We hebben een player head gekregen. Oké, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn. Maar die plaatsen maar gewoon leuk naast mijn bed. Denk ik. Oké, kijk, dat doen we zo. En dan bang. Ja, super leuk. Oké, maar dit is wat ik wilde doen. Kijk eens aan. En dan gaan we zo hier naar beneden. En dan kan ik nu op deze manier wachten. Plaatsen we één keer light gray terracotta. En dan plaatsen we zo dirt. En kijk eens aan. Dit is toppie. Oké, het water. Dan mag je nu weer weg. Zo. En dan kunnen we even met dit dirt mooi om deze chest heen bouwen. En dan kunnen we eindelijk dingen laten groeien, denk ik. Ik besef me nu dat ik liever grasblokken had gehad. Want als ik grassblocks had, dan werd dus alles gras. En dan kwamen er volgens mij ook dingen als varkens op spannen. Maar hé, ik ga niet klagen, want ik ben alsnog super blij met dit. Oké, wat is dit? Een naturally shell. Oké, ik heb echt geen idee. Ik ben nog best wel Minecraft noob, besef ik me soms. Oké, maar ik heb wel van deze birds, strict birds logs. Dus dat is super chill. Wat ik daarmee kan doen, is even twee chesten maken. Zo, hopzakee. Kijk eens aan. En dan kan ik deze chesten hier zo mooi plaatsen. En dan kan ik even al dit pakken. En dan kan ik alles in de chest stoppen. En dat is gewoon super chill. Want stel je voor, er gaat een dag voorbij. En er zitten nog spullen in die chest. Dan reset dus alsnog, zeg maar, die chest. En dan ben ik dus die spullen kwijt die er eerst in zaten. En dat wil je gewoon niet hebben. Dus daarom wil ik altijd alle spullen uit de chest halen. Want dat is gewoon super chill. Dus let's go. Hoppakee, ik wil alle spullen hebben. Ik heb dus ook coal ore gekregen. Maar ik besef me nu dat ik geen steen heb. Dus ik kan niet iets maken zoals bijvoorbeeld een oven. Ik kan gewoon een simpele oven niet maken. En ik heb ook geen lava bucket. Want dan had ik bijvoorbeeld... Oh, en nu plaats ik dit weer. Met een lava bucket had ik bijvoorbeeld iets van een cobblestone generator kunnen maken. Maar dat kan nu niet. Wat ik wel kan maken is deze tools. Oh, dat gaat niet met deze blok. Hoppakee, maar met deze wel. Let's go. Die wil ik hebben. Dan kan ik op zijn minst wat weghakken. En dan wil ik ook even dit hebben. Let's go. Want dan kan ik een farmpie beginnen. Kijk eens aan. Dan doe ik deze even weghakken. Want dat heb ik per ongeluk geplaatst. Oh, dat duurt me lang dat weghakken. Let's go. Hoppakee. Oké, let's go. Let's go. Let's go. Oké, mijn idee was om hier water te plaatsen. En dan kan ik een eigen farmpie voor het eerst beginnen. Dan moet ik even opnieuw die waterbucket hebben. Besef ik me nu. Zo. En dan neem ik ook even... Wacht, ik maak die wel even snel. Oké, we hebben namelijk toch zoveel hout. Dus waarom ook niet? Zo, hopzakee. Dat zijn wel genoeg bird slaps. Misschien zelfs iets te veel. Oké, dan doen we weer even hier water. Dan wil ik dit hebben hier. Kom op, geef het aan mij. Laat het niet vallen. Let's go. Oké, ik ben dus zo bang dat dit gaat vallen. Oké, dan moet ik deze even hier plaatsen. En als het goed is, kan ik ze nu wel allemaal krijgen. Ja. Zo, die wil ik hebben. En die ook. Die ook. Let's go. Nou, hier het water weer. Die plaatsen we dan mooi hier. Ah, dat kan dan niet. Stroomt dit dan niet verder? Wat vervelend is dit. Oké, wacht. Dan doen we het nog één lager. Dan denk ik dat het namelijk wel voor header stroomt. Dat hoop ik tenminste. Kom op. Oké. Ik vind het zo eng, jongens. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Zo. Nice, nice, nice. En dan kan ik hier weer dit weghalen. En als ik dan dit hier weghak, dan
daar kan ik het nu één laag stoppen. En volgens mij komt het dan wel goed. Dat hoop ik tenminste. Oké, zo. Oh, ik moet er niet op staan. Oh, en nu heb ik er een hele blok van gemaakt. Super nice. Even kijken, stroomt het nu wel ver? Oké, dit bugt. Waarom bugt dit? Dit bugt helemaal. Wat is dit nou weer? Ik plaats water en er gebeurt niks. Zag je dat? Oké, dat is echt super raar. Oké, er is hier iets wat niet klopt. Oké, jongens. Ik denk dat ik het niet met deze bird slaps ga doen. Ik ga gewoon lekker hier deze oak frog light plaatsen of zo. En dan moet het ook helemaal goed komen waarschijnlijk. En oh, ik sla weer wat verkeerd. Maar hey, deze blokken breek je super snel blijkbaar. Oké, als het goed is kunnen we nu... Ja... En, oh, het stroomt weer niet verder. Wat is dit vervelend, zeg. Oké, nou, op deze manier hebben we het alsnog gefixt. Het is een hele omweg. Maar, hé, het werkt. Oké, dan plaatsen we hier nog even wat dirt zo. Door dat extra dirt wat ik heb weggehakt. En dan plaatsen we hier nog even één dirt. En dan kunnen we nu eindelijk doen wat ik wilde doen. Bang, 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 bang. En dit ook even zo. Hopzakee. En deze kunnen we volgens mij ook gewoon meenemen. Dit ziet er gewoon mooi uit. Zo, hoppakee. Oké, dan hebben we hier allemaal seeds, als het goed is. Ja, ja, ja. En dan kunnen we gewoon onze eerste chops maken. Let's go! Chops, chops, chops. Hoppa. Ja, daar ook. Ja, ja, ja. Oké, nice, nice, nice. En als het goed is, gaat de zon alweer bijna naar beneden straks. En dat is super nice, want dat betekent dat ik weer zou kunnen slapen. En dan kan ik dus weer opnieuw mijn chest checken. Ik heb hier ook nog van dat glinster melon slices. Dus als ik echt honger krijg, kan ik die nog choppen. Maar zo te zien heb ik op dit moment geen honger. Dus dat is helemaal top. Ik ga weer even alles in mijn chest stoppen. En dan ga ik wachten tot de dag weer voorbij is. Maar dat zien jullie in de volgende aflevering. Met dus ook een special guest. Bij elke 100 likes gaat de borden een blokje omhoog. Dus vergeet ook geen duimpje omhoog te doen. Check ook even deze video als je weer voorbij wilt zien. En dan zeg ik zoals altijd, Mick out.